Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid heeft alle vertrouwen in de autoriteiten om de aanslag op zijn huis goed te onderzoeken. De bewindsman gaf vanmiddag zelf in de Nationale Assemblée aan dat er gisteren 11 schoten zijn gelost op zijn woning. De schade is van materiële aard, niemand is fysiek gewond geraakt. Echter zegt de bewindsman dat hij en zijn familie het effect op de psychische gezondheid niet onderschatten. En ben ik de Almachtige dankbaar dat het niet verder is geëscaleerd. Ik heb alle geloof in de autoriteiten die belast zijn met het onderzoek. En geloof er ook in dat deze zaak zo snel als mogelijk opgelost zal worden. Ik wil van deze plek mijn oprechte dank uitspreken aan ieder die op welke wijze dan ook de nodige attentie en sympathie heeft getoond. Ook de vele parlementariërs die mij de moed hebben ingesproken, dank ik. Zonder anderen tekort te doen, wil ik zeker mijn speciale dank uitspreken aan de president en de vicepresident, mijn collega's in de regering, de diverse mensenrechtenorganisaties, mijn collega's uit de diverse Caribische landen en andere landen, de vele zorgwerkers, buren, kennissen, familie en vrienden. Het doet ons goed dat wij de sympathie gekregen hebben voor. De volksgezondheidsminister laat zich niet afschrikken door de aanslag op zijn huis. Hij benadrukt dat zijn werk onverkort doorgaat. Ik ben niet bevreesd. Ik zal het hoofd van mijn verantwoordelijkheid alles in het werk stellen om samen de gezondheidszorg zoals iedereen hier wilt, iedereen in het land ook wilt, naar een hoger niveau te tillen. Onze samenleving verdient niets anders dan de allerbeste zorg. De voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B., is blij dat de bewindsman zelf is ingegaan op de kwestie. Hij benadrukte dat dergelijke handelingen niet geaccepteerd worden in een geciviliseerde samenleving. Ook hij roept de justitiële autoriteiten op om dit geval grondig te onderzoeken en het resultaat met het parlement te delen.